En wie denkt dat de plasticvervuiling ver van ons is, komt bedrogen uit. Deze dode vogels vertellen een ander verhaal. Van alle beesten die we onderzocht hebben, heeft 98% van de magen hebben plastics in zich. En dat kan één klein stukje zijn tot heel veel. Dat zijn theepotten, dat zijn zaklantaarns, gereedschapkistjes, zeefjes, manoverboordlampjes. Doppen, snoeppapiertjes. De beesten voelen geen honger meer en sterven de hongerdood. Maar ook wij mensen leven op een hoop plastic zonder dat we het weten. Thank you.